Dat is één. Omdraaien. Oh, yep. Shit. Dag Charlotte. Hoi. Hallo. We gaan vandaag een beetje gamen. Ik heb het gehoord. Heb je al een beetje ervaring met gamen? En wel, ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen al te grote gamer. Ik ben geboren in 77. Zo de eerste spelletjes die kwamen, dat was Mario Bros en zo. Ah, ja, en heel braaf, spring en jump en de paddenstoel. En dan heb ik eigenlijk niks gedaan, totdat ik mijn zoon heb, die ondertussen 12 is. Helaas zit je vooral in voetbalspelletjes. Ah ja, oké. Okay. FIFA. Ja. Niet sorry, hè. Dat gaan we niet spelen vandaag. Oef. Dit is Ellie. Het ziet er een beetje eng uit. Uh-huh. Het is ook een beetje een eng spel. Ja. En dat is eigenlijk, dus Ellie is een van de weinige mensen die nog over is gebleven op aarde. En het spel heet daarom ook The Last of Us. En het is deel 2. Dus je zit nu op een paardje. Ja. En je zit daarop met je vriendin, ja? Dina. Dus Ellie is lesbisch. En ik was je zeggen, is ze lesbisch? Is lesbisch, ja. Dus we hebben een kleine missie. Ja. We gaan een gebouw binnengaan. En we gaan proberen iedereen die daarin zit te vermoorden. Maar zeg, je hoort gewoon dat water. Dat is mooi, hè? Ja. Ja, het is wel rustgevend van, so far, van omgeving, vind ik. Het is wel idyllisch. Het is eigenlijk je compagnon, Dina, kijkt altijd je lief. Het is heel schattig, want ze zeggen ook babe tegen elkaar. Oh. En dat is echt wel tof. Oké. Okay. Yep. Ja. Dus we gaan het donkere gat binnen. Ik ruik het vocht, precies. Dat is goed gedaan, hè? Hou je een beetje van horrorfilms? Nee. Ik heb toevallig vorige week voor de eerste keer hier gezien. En? Had je een beetje schrik? Een beetje veel. Ja, dus... Oh. Ja. Okay. Een beetje naar rechts. Okay. En hier... Ja. Moeten we voorzichtig zijn. Ah. Hier moeten we voorzichtig zijn. Dus we gaan nu kijken naar rechts. Shit, ja, er komt een. Je mag met de joystick, de rechter joystick. Ik vergeet nu gewoon wat ik moet zien. Oké, dus als hij nu komt, schieten we als links. En... Nee. We gaan eerst eens kijken, want er zijn er best wel veel. Kijken. En kruipen. Yep. Dat is Oh, het is mijn lief. Wacht, zeg je. Ik begin te hyperventileren, nu al. Pas op. Hij is achter je. Ja? Hij is achter je. Hij is achter. Pak hem. Hier. Ja. Dat was niet heel stil. Pas op. Vierkantje. Ja. Oké, goed. Ja, en de volgende. Blijven op vierkantje duwen. Heel veel. Ja, kijk goed. Zo. En nu pakken we die andere twee ook. Oh ja. Oh shit. Wat we kunnen doen... Nou, er gaat veel plastische chirurgie voor nodig zijn om mensen mogelijk terug in orde te krijgen. Dus, even strategie. Strategie, ja. Ik zet me recht. Heel belangrijk. Ik richt en ik schiet. Maar dan komen die andere drie waarschijnlijk heel snel. Ja. En rechts... Ja. Oké. Mikje. Is niet dood. En schieten. Ja, kijk goed. Ja, nog een keer. Ja, maar dat was niet afgesproken. Dus een klein beetje mikken naar... Als ze te dichtbij zijn, doe je gewoon een vierkantje. Dan gaan we mijn ze mes, Ik moet mijn mes hebben. Maar hoe moet ik dat doen? En... Maar joh, voilà. Als die Dina er niet bij was geweest... Dat is één. En dat is twee. Ja, draai om. En er is er nog eentje. Dan gaan we eens omdraaien. Yep. Shit. Ik heb net The Last of Us gespeeld en ik moet zeggen, dat viel veel beter mee dan wat ik op voorhand had gedacht. Het ziet er ontzettend realistisch uit en de wereld boven, zal ik zeggen, voordat je de huizen en de kelders en de oude gebouwen ingaat, die is heel vredig, de zon schijnt en het gras wiegt een beetje van links naar rechts, je hoort dat zelfs. Dan komen die zombies, dan voel je de adrenaline wel een beetje stijgen. Maar dat neemt ook wel iets in u het over dat je dat ook wel leuk begint te vinden van die gevallen zombies neer te steken of neer te schieten. Ik zou dit spel een 8,5 op 10 geven. We gaan als tweede spel spelen. Uh-huh. We gaan een beetje fitnessen. Dus ik ben heel blij dat je al een sportieve outfit aan hebt. Want we gaan echt wel ons een klein beetje in het zweet werken. Echt? Ja. Dus ik hoop dat je conditie een beetje goed zit. Dat gaan we straks zien, ja. Oh. Oh, right. Oké, dat belooft. Ja, dus we gaan een adventure spelen. Ik heb voor jou een personage aangemaakt. Ja. En op jouw leeftijd en lengte afgestemd. Dus we gaan... Welke leeftijd heb je ingetikt? 27. Oké.
Dus ofwel wandel je ter plaatse en als je sneller wil, loop je ter plaatse. Ofwel ga je squatten. Voilà. En dan kunnen we beginnen lopen. Ah, ja, dat is echt... Oké, okay, we gaan snel lopen. Ja, we gaan snel lopen. En trager kan niet. Nee, nee, okay. Ja, je kunt langzaam wandelen. Nee, okay. Oeh, ja. Oh, ja pak alle muntjes. Ja? Alle muntjes. We willen zoveel mogelijk muntjes. Ja. Ah ja, oké. Okay. We zijn ergens tegenaan gelopen. Ja? En dat zijn vijanden. Okay, die... we gaan die verslaan op zijn Nintendo's. Oké, press in. Wat een dom. Maar ik zou toch ruzie maken met mijn scherm, denk ik. Dit gaat zo pijn doen, morgen. Ja. Oh, kijk, goed. Dus we hebben er al één dood. We gaan weer de Apgar doen. Inhouden. En ik heb... Ja. Oh. Keep squeezing, zegt hij. Ik voel het. Nee, maar ik ben echt al aan het hijgen. Nee, dit moet je wel doen als je alleen thuis bent, want het ziet er wel heel lullig uit. Het ziet er best grappig uit. Oké, we zijn klaar. Super. Yep. Je bent echt aan het sporten, hè? Ja. Ja, nee. Dat is effectief. Laat corona lockdown 2 maar komen. Ja, nog 11 keren. Kom aan, Kathy, je kunt dat. Ik kom hier zo strak aan bij. En we zijn bij het einde. Kei goed. En nu gaan we een victory pose doen. Stretch. Hoppla. Geweldig. Dus we hebben nu 14 calorieën verbrand. 14. Dat is niet veel, hè? Voor iemand zonder discipline, zoals ik, is er toch een drive. Wilt je toch wel zien hoeveel calorietjes dat je verbruikt? Wilde die punten wel halen? Wilde die dingen wel verslaan? Dus dat vind ik allemaal wel positief. Misschien, maar dat kan ook aan mijn leeftijd liggen, zijn de graphics iets te veel aanwezig of zo. Er komen heel veel dingen oppoppen en ik kan ze niet allemaal tegelijk in de gaten houden. Maar ik focus dan vooral op squatten en duwen en ik denk dat dat ook de bedoeling vooral van het spel is. Ik geef dit spel zeker een 8 op 10.